eerlijk, ik vind het best wel eng. Hallo lieve mensen, vandaag een nieuwe video met een hele bijzondere mededeling. En ik beloof je dat het geen clickbait is. Ik bedoel, je kent me toch. Maar voordat ik die mededeling ga doen, wil ik eerst heel even terugkijken op 2018 en wat voor fucking crazy jaar het was. 2018 is namelijk het jaar geweest dat ik 52 experimenten heb gedaan. Oh, het is dit moeilijk, moeilijk, moeilijk. En dit ga jij doen. Oké, okay. Confession time. 5-5-5, geef voor Max. Alsof je een rottende vis in mijn mond uitknijpt. En wat Marije dan niet vertelt. Ik geef dit 8 van de 10 onderkinnen. Erg? Ik heb echt een shitdag. Je hebt een grasmat in onze keuken uitgerold. 19 diëten heb uitgetest. Ik ben 11 keer in het leven van iemand anders gedoken. The Rock. Donald Trump. Kylie Jenner. Masha. Ari Boomsma. Rens Kroes. Domien Verschuren. Sunny Verhoeven. Anne Merel. Kim Kardashian. Ontelbaar veel lieve comments heb gehad en weet dat ik ze allemaal zie, maar niet op alles kan reageren helaas, omdat ik dan daar een dagtaak aan heb. Maar weet dat ik het zie en dat ik echt niks fijner vind dan te horen dat jij een video tof vond of dat je er iets aan hebt gehad. Maar ook als je de tijd neemt uitgebreid te reageren, vragen te stellen, misschien zelfs discussie te starten. Misschien ben je het ergens wel helemaal niet mee eens. Ik vind discussie juist heel erg mooi en belangrijk. En ik wil alleen maar dat we met z'n allen over dingen gaan nadenken. 2018 is ook het jaar dat ik 25 keer ben uitgescholden. Dat Max 250 keer is uitgescholden. Hey Google, roep om. Max is een idioot. Prima, ik verstuur het nu. Max is een idioot. Hey! Dat ik belachelijk veel keer hallo lieve mensen heb gezegd. Hallo lieve mensen, 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 hallo lieve mensen. Ik me 4768 keer heb versproken in een video. Tot de volgende keer, Eva. Tot de volgende keer, Eva. Hij scherpt nu alweer op jouw stel. Hij stelt nu alweer scherp op jou. Zeg dat nou. Ik voel me echt. Ik ben echt Hans. Nee. Ik ben echt Hans. Nee. Ik voel me echt zo slecht. Ik meer dan 100 uur heb gefilmd, maar uiteindelijk niet heb gebruikt voor een video. Ja. Ik vind dat echt een hele heftige gedachte. En dat wilde ik even delen. En het jaar waarin ik meer dan 500 aanvragen heb gehad om een keer een house tour op te nemen. Het afgelopen jaar heb ik natuurlijk heel erg veel ook in mijn eigen huis gefilmd. En het is jullie niet onopgemerkt gebleven dat ik best een bijzonder huis heb. Ik kreeg dus ook wekelijks, nou zo niet dagelijks, de vraag of ik een keer een house tour wilde filmen om alles te laten zien. En ik wachtte eigenlijk een beetje op het moment totdat ik daar een leuke insteek voor had bedacht. En goed nieuws, die heb ik nu. Als je al een video van mij hebt gezien, dan weet je dat ik best wel veel met duurzaamheid bezig ben. En er zijn dan ook best wel veel kleine, simpele dingen die je kunt doen in huis om het allemaal beter te maken voor de aarde, voor de natuur, maar ook voor jezelf. Nu heb ik samen met Funda een house tour opgenomen. Zij hebben het allemaal dus hartstikke mooi gefilmd, veel beter dan ik kan. En ik geef daar dus tips in die je zelf kunt toepassen. Bijvoorbeeld wat je kunt doen om minder energie te verspillen, minder water te verspillen, maar ook tips voor tweedehands meubels. De video kun je vinden op de website van Funda. De link staat hier in de videobeschrijving en ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vindt, dus laat me dat weten. Als jij nou ook tips hebt om je huis te verduurzamen, laat het me dan weten in de comments, want zo kunnen we elkaar helpen. En sowieso kun je ook nog veel meer tips en toffe video's vinden op de website van Funda, dus check die ook vooral. Nou, dan over naar de mededeling en dat is dat ik jullie ga verlaten. Echt waar, tijdelijk.
Ik vind dit super moeilijk, want ik heb 2,5 jaar lang elke week een video gemaakt. En jullie zijn zo'n groot onderdeel van mijn leven geworden. Met zoveel mensen heb ik contact, ook via Instagram en via DM. En ik probeer op comments te reageren, vooral natuurlijk als ze heel persoonlijk zijn. Maar die 2,5 jaar experimenten doen is ook gelijk waarom ik even moet stoppen. Lichamelijk en mentaal ben ik echt eventjes helemaal op. Ik heb echt even vakantie nodig en ik wil weer met een frisse blik naar mijn eigen concept kunnen kijken. En dat gaat niet als ik elke week een deadline heb. Wat niet veel mensen weten is hoeveel werk er in een video gaat zitten. Ik moet research doen, ik bereid de hele video voor, ik haal er experts bij, vraag meningen van andere YouTubers. Dan gaat er ook nog wel vaak 2 dagen in de edit zitten en alles wat daarbij komt kijken. Dus daar heb ik echt een hele volle week eigenlijk voor nodig. Naast het feit dat ik natuurlijk het experiment zelf doe. Dus daar ben ik constant mee bezig om te kijken wat voel ik en wat gebeurt er. En ja, alle vraagstukken die erbij komen kijken. Dus ik hoop dat je begrijpt dat er veel meer werk in zit dan gewoon een vlog die over iemands leven gaat. En ja, ik doe alles alleen en helemaal zelf. Dus Marietje is gewoon een heel klein beetje moe, jongens. Moet even bijkomen. Verhalen vertellen die mensen aan het denken zetten is wat ik echt het allerliefste doe. En ik weet ook zeker dat ik dat op YouTube blijf doen. Eerlijk, ik vind het best wel eng om er even tijdelijk mee te stoppen. Want je hoort toch altijd wel van die spookverhalen over algoritmes en tactieken en lalalala. En wat als ik straks terugkom met een nieuwe video en die verschijnt niet meer op de homepage van jullie die geabonneerd zijn op mijn video's. En of je ziet die video en je denkt, oh, nou, dan heb je Marije weer met een kop. Echt geen zin in. Maar goed, dat risico moet ik nemen en daar moet ik niet bang voor zijn. Want angst is natuurlijk een slechte raadgever, zo gaat het gezegde. Ik stop trouwens niet met werken. Er zijn wat andere dingen naast YouTube waar ik ook mee aan de slag ga. Blijf me in ieder geval volgen op Instagram. Dan ben je helemaal op de hoogte. En ik hoop je gewoon weer heel erg snel te zien. Bedankt voor alles. Heel veel knuffels. Heel veel liefs. En al dat soort dingen. Fijne feestdagen. Tot snel.